BNP Paribas Fortis stelt voor. Het is uitkijken naar Le Fidèle, de nieuwste van de makers van Runskop. Opnieuw een misdaadfilm met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol. Ja, waar mensen misschien Runskop als referentie hebben voor het werk van Michael en waar Runskop eigenlijk een soort kopstoot was, denk ik dat Fidèle eigenlijk, dat is eigenlijk een trage wurggreep. Dat is eigenlijk een omarming. Je voelt je geborgen, maar op het einde eindigt dat in... Voor mij het belangrijkste gegeven van die film is dat hij schaamteloos gelooft in de absolute overgave in de liefde. En echt in de puurste zin van het woord. De ziel van die film is wel die absolute onaflatende liefde. No matter what, love will prevail, love will prevail. Liefde zal overwinnen, liefde zal overwinnen, liefde. Dat is ook de tagline van de film. Would you fight for something that's already lost? Dus het is liefde, 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 liefde. Love will prevail. En in tijden als vandaag denk ik dat dat belangrijk is. En ik denk dat daarom de mensen de film moeten gaan zien. Ja. En hij is ook spannend. En die combinatie, dat is cinema. En tijdens de BNP Paribas Fortis Film Days mag Cinevox ook dit jaar de Belgische film in de kijker zetten. Met avant-premières van het meeslepende romantisch drama Alleen Eline. Alsof hij in mij geïnteresseerd zou zijn. Stoot af en jij zult aantrekken. Zegt de specialist. Niemand komt daar binnen. Jij bent de uitzondering om de regel. Je moet weg. Ja, ik moet daar gaan instoppen. En daarom schminkt jij je. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.